allemaal beloond. Goedenavond. Ik wist natuurlijk al in beeld was. Goedenavond. Het zit zo. U kijkt naar Simonscoop natuurlijk, dus niet bang worden. Dat is gewoon geen programma van mij, maar Simon komt zo. En vanavond hebben we in het programma heel interessant, dus erg leuk om te blijven kijken natuurlijk. Het gaat voornamelijk over mijn nieuwe speelfilm. En daar beginnen we ook zalig mee. En er komt ook nog een stukje van Sean Connery, science fiction. John Travolta, die speelt geluidman. Vandaar dat ik ook even als geluidman zit. Begrijp je wel dat ik dat ook kan. Maar dat is niet belangrijk. Maar we gaan nu eerst beginnen in het programma met Simonscoop. Met een, zal maar zeggen, hoe het gemaakt wordt. Hoe wij de film maken, nietwaar? En hier is, dames en heren, Simon van Kolm. En die gaat vertellen hoe ik de film maak, hè, Simon? Ja, maar jij moet nog even wachten. Nee, ik zou toch nu meteen toch. Nee. André van Duin komt later, dames en heren. Of je komt nee, niet. Dat nee. Nee. Mag ik even? Dus we sloten mijn programma. Ja, nee, we zouden niks. We zouden met mij beginnen, toch? We beginnen niet met jou. Misschien eindigen we met jou. Niet zo dat ik weggemoffeld word, dat er dadelijk geen tijd meer is voor. Dat nou, ik. Die mogelijkheid is vrij. Wie komt er eerst aan? Eerst, dames en heren, komt John Travolta. Die speelt de rol van geluidsman In de nieuwe film van Brian De Palma, Blowout. Zie maar eigenlijk. Ja, ik begin weer opnieuw. Opnieuw? Hij begint weer opnieuw. In de nieuwe film van Brian De Palma speelt John Travolta de rol van een geluidsman. Ja, maar dat is niet belangrijk, maar dan kom ik. Daarna kom ik dus, hè? Daarna. Daarna zou ik komen. Daarna dus. En nu gaan we een kijkje nemen achter de schermen bij de opname van de nieuwe film van André van Duin, die met kerst in Nederlandse première gaat. Zo gauw ze die auto zien, moeten ze weg. Ik denk zodra hij de hoek omkomt, ja, precies, dat ze dan gauw weg moeten. Ja. Ze horen hem toch? U moet eerder weg. Zo gauw u de wagen ziet verschijnen, Moeten jullie gelijk weg. Gaan we heen! Die auto die net naar beneden kwam rijden, door een hoop lawaai. Heb je die stunt zelf gedaan? Nee hoor, nee, dat zou ik ook niet durven hoor. Zo'n held ben ik ook niet. Ik ben alleen maar geschikt om grapjes te doen. Wie is Joep Meloen? Nou, is een beetje een underdog figuur. Die eigenlijk zo'n typetje wat ik altijd al gespeeld heb. Dus eigenlijk een mixje van Flip Fluit, Ketel en Meneer de Box. En allemaal dezelfde type. Allemaal een beetje figuren die door hun onhandigheid toch nog goed terechtkomen. Geluid. Camera 1, 229 take 3. Camera 2, 229 take 3. Actie, vibratie. Actie! Hey. Ja. Einde het niet helemaal. Nee? Ja. Oh, nee. Het typetje van Joep Meloen is erg leuk. Zal ik het typetje even laten zien? Het is een gigantische verkleding. Moet ik me helemaal verkleden. Klaar. Je hebt dan nog wel tekst ook? Hè? Nee, nou Joep Meloen praat ook zo. Die praat precies hetzelfde. Dit. Dit is Joep Meloen. Ik had er ook niet meer van maken. En Corrie van Gorp zit erin uiteraard. Wat zeg je, Ewald? Geef me klappen even aan Willy. Oh, ja. Attentie, stilte graag. Attentie voor opname weer. Geluid. Camera 1, 2, 34, take 2. Camera 2. Actie, vibratie. En actie! Stop! Oh, zo. Oh.
Henny, nieuwe fles is gebroken. Ik zie wel een hoop dingetjes van Stan Laurel sowieso altijd al terug in de film. In de televisiedingen die ik doe, dan denk ik, oh, dat heb ik ook weer gepikt van Stan Laurel. Dat doe ik dan niet bewust, maar onbewust zie ik er toch allemaal bewegingjes en dingetjes in. Die ik denk van, nou, die heb ik ook niet voor mezelf. Oké, attentie, geluid. Camera 1, 2, 34, take 3. Ja. Actiefiguratie. Ik heb een fout gemaakt hoor. Harry! Attentie! Actie! Actiefiguratie! Billy! Gewerkt aan die film en dan zegt u daar van het was niet leuk, het is natuurlijk even verder voor ons. Ja. Dus we hopen dat, ook al meent u het, je hoeft niet te menen, maar gewoon dat je tegen dit precies, leuk vond. Ja.